Ja, we weten dat LHBT'ers gemiddeld 5 keer vaker aan zelfmoord denken dan andere Nederlanders. Dus dat het gewoon een moeizamer proces is en dat daar veel meer bij komt kijken. En dat zelfmoordgedachten dan ook een onderdeel kunnen zijn. Vijf jaar geleden, ik denk dat ik het niet zou hebben gedaan omdat ik 15 ben. En ik ontmoette drag toen ik 17 was en het was toen al heel lastig. Ik heb best wel een zware tijd gehad toen ik jonger was. Zeg maar, toen ik 15 was, toen kwam ik ongeveer uit de kast. Er was een gedwongen uit de kast koming, omdat mijn moeder mijn hele telefoon had doorgelezen. En bij haar sloeg dat heel hard in, omdat ze dan helemaal beeld had van hoe mijn toekomst eruit ziet. Zij wou zelf niet worden geholpen. En wij deden dan een dagboekje bijhouden waar alles in stond. Rondom de emoties en hoe we ons voelden, hoe onze dag was. En toen werd ik ziek voor 4 maanden en toen viel ik weg voor haar. En de dag erna lag ze onder de trein. En dat kwam best wel hard aan. Hopelijk gaan mensen wel zien dat het anders kan. En dat er opties zijn. Ja. Je kunt gelukkig worden en of zijn. Met wie je bent. Ja, en ik maak dit karakter heb ik zelf gemaakt. Dus ik bepaal zelf hoe ik me uit, hoe ik eruit zie, wat ik wil. Het is mijn feestje